kijkers van DJ Jelly, welkom bij Akinator. Wij gaan vanaf nu iedere zondag Akinator spelen. Of een ander internetspelletje zoals Happy Wheels of iets anders. Maar waarschijnlijk wordt het meeste Akinator. En we gaan in deze aflevering, we gaan per aflevering drie personen raden. En de eerste persoon die wij gaan raden is Thibaut Courtois. Ook wel bekend als de keeper van de Rode Duivels. En ik weet niet welke ploeg die precies nu anders speelt. Maar goed, is je personage een vrouw? Nee. Is je personage echt? Ja. Tuurlijk. Is je personage afkomstig uit Nederland? Nee. Is je personage bekend als sport? Ja. Speelt hij bij een Spaanse club? Nee. Voetbalt hij in het buitenland? Ja. Is je personage Belg? Ja. Is hij een keeper? Ja. Draagt je personage nummer 7 tijdens het spelen? Moet ik heel even opzoeken. Oké, ik heb het gezocht. Ik heb niks gevonden, dus weet ik. Gaan we verder. Voetbalt hij voor Chelsea? Ja. Is je karakter een Amerikaans? Nee, geen YouTuber. Draagt je personage handschoenen? Ja. Oh, ik denk aan Thibaut Courtois, keeper. Dat heeft hij helemaal juist. Akinator heeft hem verslaan. En, oh. Goed, alweer geraden. Ik hou gewoon om met jou te spelen. Oké, Akinator heeft de eerste geraden. Applaus. Oké, dat was de eerste. De volgende is... We gaan een DJ pakken. En dan heb ik het over Reggie. Oké, is je personage een vrouw? Oh, het ligt gewoon op ja. Oké, wacht. Laten we even opnieuw beginnen. Komt je in Nederland? Nee. Is je personage een man? Ja. Heeft hij eigen bestaan? Hij bestaat nog altijd, dus ja. Is je personage bekend als sport? Nee. Is hij een zanger? Nee. Niet Amerikaans? Niet dood? Ouder dan 30 jaar? Weet ik niet. Geen gamekanaal? Hij is inderdaad in België. Hij is geen acteur. Hij treedt op een podium op. Hij is niet Frans. Speelt ze in Seven Cats? Nee. Komt je personage? Nee, niet uit dat. Heeft hij iets ontdekt? Weet ik niet. Komt je personage op tv? Ja. Is je personage een DJ? Ja. Is je personage een mutant? Wat is een mutant? Weet ik niet. Heeft je karakter een kuif? Nee. Is je personage een dachter? Nee. Is je personage een duo? Nee. Italiaanse nationaliteit? Nee. Heeft kinderen? Ja. Eén dochter. Is hij verbonden met katten? Weet ik niet. Ik denk aan Reggie, DJ uit België. Alweer heeft hij het geraden. Super. Akinator, proficiat. Je hebt hem voor de tweede keer geraden. De laatste persoon die we gaan raden met of die Akinator moet gaan raden, wordt Ronjans. Is dit personage een vrouw? Nee. Komt u in Nederland? Ja. Personage bekend op YouTube? Nee. Ouder dan 30 jaar? Weet ik niet. Personage echt? Ja. Bekend als sport? Ja. Speelde je personage mee? Weet ik niet in de machine wereld. Is je personage spits? Nee. Keeper? Nee. Verdediger? Nee. Is die karakter mager? Weet ik niet. Speelde voor PSV? Weet ik niet. Speelt hij in een G? Weet ik niet. Komt je personage uit? Nee. Nee. Komt niet uit Noorwegen? Nee. Heeft hij goed bij Ajax? Weet ik niet. Heeft hij personage gespeeld tijdens de dingen? Weet ik ook niet. Is je karakter getrouwd in een mooie vrouw? Weet ik niet. Heeft hij personage een hond? Weet ik niet. Draagt hij personage oranje pakken? Nee. Speelt hij bij Feyenoord? Nee. Is hij of was hij lid van het Nederlands elftal? Dat weet ik niet. Dat volg ik niet. Is hij coach? Ja. Ik denk aan Ronjans, coach van PEC Zwolle. Hij heeft het weer geraden, dames en heren. Niet te geloven. Akinator is weer slim. Goed. Dames en heren, dit was Akinator aflevering 1. Jullie mogen in de comments achterlaten wie ik moet opzoeken voor de volgende week. En dan gaan we dat doen in de volgende aflevering van Akinator. Dames en heren, ik dank jullie allemaal voor het kijken. En tot volgende week.